In de keuken van Spoorzicht zijn ze druk bezig met de kersthapjes. Groentedip, dat is met paprika, selderij, komkommer en nog iets oranjes. De wortel. Zag je met een afgrijzelijk groot mes aan de slag? Klopt. Hoe is dat? Het is wel leuk om daarmee te werken, maar soms is het ook een beetje link om het zo goed mogelijk te doen zonder dat je je vingers eraf snijdt. Leg je het blad neer? En heb je daar les in gehad? Rob heeft me heel veel geleerd daarin. Dat vind ik wel leuk. Rob is de kok, hè? Ja. Je zette al die dingen in een glaasje. Wat ging er nog meer in? Een sausje in. Dat heb ik met Griekse yoghurt en mayonaise en een peterselie. Ja. En een halve citroen. Maar ik heb niet geproefd of het lekker was. Dan moet je even proeven. Kijk, daar liggen leuk. Ik zag iets met avocado, wat was dat? De avocado ging garnaaltjes in. Er ging worstzaadjes in. Klein snijden. Ja. Heel klein. Gevulde avocado dus, met garnalen, komkommer en nog veel meer. En je kan het allemaal zelf maken met de recepten uit de keuken van Spoorzicht. Eiersalade bijvoorbeeld. Niet heel moeilijk, maar wel erg lekker en het ziet er meteen leuk uit. We hebben quiche met rucola, tomaat en eieren gemaakt. Je moet hem denk ik eerst even invetten. Heb je dat al gedaan? Nee. En wat is het moeilijkste van dit maken? Nee, de bladerdeeg was aan de zachte kant. Ja, dan is het moeilijk om het in de vormpjes te doen. Misschien niet het allermakkelijkste recept, zo'n quiche. Maar als je het recept goed volgt, lukt het bijna altijd. En als ze eenmaal in de oven staan, begint je hele huis lekker te ruiken. Wat vind je nou zo leuk aan koken? Ja, dan kan je voor mensen ook dingen klaarmaken. Ik vind het leuk om te doen dat je mensen gelukkig kan maken met heerlijk eten. Je hebt ook een hele mooie trui aan, die staat erop. Rudolf het rendier. Rudolf het rendier. Als het nou geen kerst is, dan weet ik het niet meer. Alle recepten kan je terugvinden op de website en de Facebook-site van Ons Tweede Thuis en op het intranet.